Ja, maar dat is goed, man. Kom maar stop. Spatpark Bovenmolen, apotheose van het seizoen en een schitterend resultaat voor OVOS. Erwin, gefeliciteerd. Eerste klasse. Ja, nou ja, goed. Gisteravond hadden we natuurlijk in het interview hadden we het ergens over. En die zou jij even aanhalen, dan zal ik hem intikken eigenlijk. Dus als jij me even voorzet, tik ik hem in. Eén club, één gedachte, één doel. En dan komt er achteraan, eerste klasse. Geweldig. Ja, dit is ongekend. Ik denk op basis van vandaag, als je ziet dat we ons toch nog eenmaal echt op kunnen laden. Dit is toch de 38 officieelste wedstrijd voor OVOS. Nou ja, dit is een ongelofelijke bekroning op een seizoen wat je nu neergezet hebt met elkaar. Eigenlijk ongekend. En als je dan ziet wat er allemaal losbrengt met de 12e man, de supporters. Ja, en dat je dan eigenlijk, misschien als je de wedstrijd ziet, misschien wel de wedstrijd moet beslissen binnen de 90 minuten. Ja, dan krijg je heel ongelukkig eigenlijk de 1-1 tegen. Dan heb je nog twee leuke mogelijkheden gehad in de verlenging. Ja, goed. En dan is het strafschop een serie. Ja, en dan knijp ik hem toch wel in recht. Toen kreeg ik het ook heel erg benauwd.
Maar dan heb je een fantastische ontlading. En ja, het is ongekend dat je hier onderdeel van bent. Ben super trots. Fantastische reddingen in de penalty-serie van Marcel. Ja, goed, de tweede pakt hij natuurlijk grandioos helemaal in de hoek. Hij moet helemaal gestrekt. Ja, dan tikt hij eruit. Nou ja, hij pakt dan ook volgens mij gelijk aansluitend de derde. Ik moet zeggen, ik durf er niet helemaal mee te kijken, want ik kan hem aardig zitten. Nee, maar dat is grandioos. We zetten ze zelf wel alle vier erin. Nou ja, goed, gelijk de beslissende en dan zie je wat er kan gebeuren in Volksfestijn. Zeker weten. En dat is te zien dat een Volksfestijn is. Kijk, 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 kijk. Het moet gevierd worden hier op het Sportpark Boven Molen. Ja, nou ja, goed. Ze hadden me een douche beloofd. dit valt ermee. Nee, maar dat komt helemaal goed, joh. Hier gaan we echt van genieten. Dit is echt een super bekroning. Je ziet dat er zoveel emotie loskomt bij een ieder. En dan, nou ja. Daar zijn er gewoon geen woorden voor. En ik denk dat we hier met elkaar, met de supporters, met het bestuur enorm van moeten genieten. En er een volk festijn van moeten maken. En dit gaat de boek in. Klaar. En daar zijn wij onderdeel van. Erwin, bedankt en geniet ervan. Ja, komt goed. Dankjewel, heren. Succes. Erwin Bruim, trainer van de OVJAS. We proberen richting de spelers te lopen. Misschien dat er nog iemand een reactie kan geven, maar dat zal vast wel. William van der Hul. William, gefeliciteerd met de promotie. Dank je. Wat een wedstrijd. Alles erop en eraan, hè. Als ik de supporters zo mag geloven, hebben we tot op laatste spannend gehad. Nou, een geweldige apotheose van het seizoen. En een fantastisch einde voor deze ploeg. Voor dit team en deze club op dit moment. We hebben van alles meegemaakt dit seizoen. En dat wil ik met klem zeggen. We nemen op dit moment ook in de allerlaatste wedstrijd afscheid van een keeper. En dat zie je met de penalty-reeks. Die pakt ons gewoon. En dan win je ook dit seizoen de na-competitie mee. Ja, het is een geweldig seizoen geweest. Jullie hadden Marcel geen mooier afscheidscadeau kunnen geven. Dit is het mooiste cadeau, denk ik, dat je Marcel kan geven. Maar vooral ook de groep. Deze groep verdient het zo. En ik loop al enkele jaartjes mee. Ik roep het al bijna een maandje of 2-3. Deze groep verdient het zo erg. Dat kun je als buitenstaander moeilijk. Je kunt wel makkelijk zeggen van ja, Tori, ze verdienen het. Ik sta er het hele seizoen binnenin. Deze groep verdient het zo erg. Nou, dit is het mooiste slot wat je maar van een seizoen kunt hebben. De laatste dag. Ik ben morgen zelf jarig. Ik word 31. Nou, dat wordt een mooi feestje vandaag, kan ik je beloven. Dat zeker weten. Stand gewoon laat worden vanavond. Vroeg. Zullen we het vroeg noemen? Geniet ervan. Gaan we zeker doen. Dankjewel. Bedankt. Dat was William van der Hul. Patrick Mensink, die staat ook bij ons. Ik mis nog iets bij Patrick. Ik mis nog een shirt van kampioen. Ja, die doe ik straks wel aan. Okay. Wat een ontlading. Ja, het is ongelooflijk. Ook de hele wedstrijd past allemaal bij het seizoen. Gewoon verlenging, rode kaart, penalties. Ja, geweldig. Eerste seizoen bij OVJAS en dan zo'n seizoen meemaken. Kan niet beter. Nee, dat kan zeker niet beter. Achteraf mag je super blij zijn dat je overstap gemaakt hebt. Dit is echt verschrikkelijk mooi. En jullie houden het zo lang spannend, want 90 minuten voorbij, gelijk. 120 minuten, ja, nog gelijk. Ja, maar ja, kijk, zaterdag was geen donder aan. Dat was echt een slechte wedstrijd. Niemand wou wat. Nou ja, dus nu doe je een verlenging, doe je wat terug. En we geven de supporters ook wat, toch? Penalties erbij. Nou ja, dat is toch mooi. Geweldig. Geniet van de dag nog. Benny Veldhoen, de doelpuntenmaker. Benny, ook gefeliciteerd. Bedankt. Wat een prachtig einde van het seizoen. Prachtig. Niet te omschrijven, wat een seizoen. Wat een spanning in de wedstrijd, want jullie kregen de beste kansen. Ja, klopt. Ik denk dat ze niet mochten klagen. Ja, als een balletje goed valt, dan worden ze maar 2-3-1. Dan hebben ze niks klagen, denk ik. Maar ja, nu winnen met penalties is ook mooi. Is dat een machtig mooie ontlading, zo aan het eind van het seizoen, met pingels nog te winnen? Ja, ik denk wel dat het bij het seizoen past. Ik denk alles, de beker, alles, de competitie mooi en nu met penalties afsluiten. Perfect. Mooie kan het niet. Geweldig. Ja, geweldig. Geweldig. Bedankt. Oké. Wat wil jij zeggen? Nou, ik vind het heel fijn dat Overijssel gewonnen heeft en dat ze hier nog goed aan terug zijn zat. En ik vind het dan wel zielig voor hier, maar we hebben dan een keertje pech. Maar wij hebben natuurlijk geluk, want dat vinden ze allemaal heel fijn en leuk. En dat is allemaal heel leuk en dat alle mensen die voor Overijssel zijn en jezelf ook wel het allemaal heel fijn vinden. En jij ook feestje vieren? Ja. Mooi zo. Hoe heet jij? Luca. Luca. En achternaam? Van der Beek. En je vader, die was keeper bij OVJAS. Ja. Waar is je vader? Man van de wedstrijd staat bij ons, Marcel van der Beek. Wat een prachtig cadeau vandaag, Marcel. Het cadeau is sowieso, maar de man van de wedstrijd klopt sowieso niet. Want
zoals we het hele jaar en zoals het elk jaar bij ons is, het is wel een teamprestatie. Kijk, in de ene week valt hij op, de andere week valt hij op. Het belangrijkste is dat we gepromoveerd zijn. En hoe dat dan gebeurt en door wie dat dan gebeurt, dat is helemaal niet belangrijk. Moet wel zeggen, dat was wel mijn laatste wedstrijd vandaag bij OVOS. Dus ik ben er wel heel erg blij mee dat het al zo eindigt. Maar het is wel een teamprestatie en dat mag men niet vergeten. Als je ziet hoe hard we voor elkaar gewerkt hebben, dat is belangrijker dan iemand die dan twee penalty is. Vind ik tenminste. Het is wel een teamprestatie en dat dwing je door samen keihard te werken het hele jaar door. Ook in de mindere fases die we dit seizoen gehad hebben, dwingen dat wel af. En ja, op het einde hebben we misschien een beetje geluk door in die nakomtjes te belanden. Want ja, wie had het nog verwacht? En dan heb je een keer de uitslagen mee op de laatste spullen. En dan, ja, dan kun je uiteindelijk zien waar dit toe kan leiden. Ja, je kunt winnen als je wilt. Je kan winnen if you want. Dat gold zeker vandaag voor Overjas ook weer. Want ja, strijdlust, het was een moeilijke eerste helft. Aftasten van elkaar. En toen Overjas op voorsprong kwam, toen was het hek van de Dam. Toen was het hek van de Dam, ja. Toen kregen we ook de beste kansen. Eerst dat ging gelijk op. We hebben super geen kans gehad en hun nog niet. En dan valt die 1-0, dat klopt. En toen brak de wedstrijd los. En toen kon ik zien dat je hier aardig kan voetballen. Maar toen gaven we in principe nog niet zoveel weg. En dan krijg je zelf een aantal mogelijkheden waar die keeper die grijpende bal uit. Dat ik denk van jeetje mina, want die pakten ze echt goed. En dan, ja, en dan voel je het af. Nou ja, je voelt niet aankomen, maar ja, dan zegt de wet van ja, dan valt hij aan de andere kant. En dan krijg je zo'n scheidpengel die tegen. Want ja, hij houdt zijn hand bij het lichaam. Dus ja, ik vond het eigenlijk geen penalty, maar ja, hij beslist dan anders. Ja, dan worden 6 minuten tijd 1-1 ja, en dan krijg je wel een tikje om je oren. Dat je dan denkt van no. Maar ja, dan valt die rode kaart voor in de eerste helft van de verlenging. En dat maakt het voor ons in ieder geval een stuk makkelijker. Dan kom je, waardoor we achterin in ieder geval niet meer zo in de problemen kwamen. En dus dat was op zich wel, oh god. Nou, ik denk dat we naar binnen moeten. Nou, we gaan even bedanken en we praten nog een keer verder. Marcel die gaat gewoon naar binnen richting de bestuurskamer om daar even een feestje mee te vieren. Dat is wel te begrijpen natuurlijk, want wat een apotheose ook voor hem aan het eind van zijn carrière. Of als doelman van Overjas. Hij zal ongetwijfeld nog in een lager elftal gaan keepen. Maar we komen hem ongetwijfeld nog weer eens een keer ergens tegen.